Hey Lotje. Hi Lotje. Lig je lekker in de schaduw? Warm hè? Die kikkers krijg ik niet te pakken om te zoenen. Maar dit ding, dat moet toch wel lukken. Zou hier ook een prins uitkomen of komt hier een hele dikke prins uit? Wel een hele lieve, denk ik. Zijn ze knap, hè? Ja, echt heel mooi. Die rode ook zo mooi van kleur. Ja, is door de zon gekomen. Ja, een beetje... Joehoe, is er iemand? Kan ik even binnenkomen? Ik wil weer gewassen worden. Ik heb mijn vriend meegenomen. Hij durft niet naar binnen. Kom maar. Hij laat alleen zijn hoofd zien. Grapje, het is mijn vriendin. Ja, jullie mogen wel binnenkomen hoor. Ik ga voorop. Kom maar. We durven dit. Dit is een gaaf huis. Ja, zeg. Direct met mijn vinger eraf. Hier, kijk eens. Oh, wat een spannend veertje. Oh, nou ja, het is echt niet zo raar. Hier. Wie is dat? Ik ben mijn schoonheidsslaapje aan het doen. Dat is niet nodig, want ze zeggen schoonheid zit van binnen. Maar bij mij zit het van binnen en van buiten. Jij, lekker, Janneke. Nou, Moon, die koe van jou is helemaal gevloerd. Midden in de zon, bloedje heet. Doe je het nog? Ga dan in de schaduw liggen. Nou, Cynthia, jij had vorige week een koe voor de deur. Maar ik heb een groot, nou, lekker, een groot zwart paard voor de deur. Zo kan ik er niet in, hè? Nee. Ja, hij is zacht, hè? Maar deze is wel wat makkelijker. Ja. En ik heb ook nog wat voor je. We dachten weer post te krijgen op de boerderij. Maar was niet van ons. Dat is voor jou. Ja. Ah, oh, dankjewel. Lief, hè? Arie mist jou. Niet ons, maar wel jou. Ik ga op rescue patrol. Er is een dier in nood. Kijk, een hele dikke kikker. Het is natuurlijk heel gek dat hij gewoon op de straat zit. Waarom zit je? Waarom zit je op de straat en waarom ren je niet weg? Ik ga hem snel wegbrengen. Ik weet nog niet waar naartoe, naar de slootkant maar, denk ik. Kijk, al je vriendjes. Maar misschien ben jij wel een kikker en ben je een pad. Ik weet het niet zo goed. Ik zet je wel hier. Dan kan je kiezen als je wil. Oh, daar gaat hij al. Oh.
Waar ben je? Oh, daar. Ben je blij? De geiten zien ons niet. Dus we gaan lekker ons gezicht wassen en een beetje drinken in hun waterbak. Jij ziet niks, hè? Mijn collega die zit lekker te chillen. Ben je aan het doen, Inge? Heerlijk. Nou, ik ben heel even onder de indruk van dit boek. Isa, ons wondertje. Geschreven door onze collega Cindy. En het gaat over haar dochtertje Isa, die geboren is met een handicap. En het leven rondom Isa en in het gezin. Dus ik zou zeggen een aanrader. Maar wel heel pakkend. Ja, dus als je het eenmaal aan begint, wil je niet meer stoppen. Hoe ben jij eraan gekomen dan? Via Cindy? Ik heb hem via Cindy een link gekregen waarbij ik hem kon bestellen. En Cindy heeft hem voor mij meegenomen hier naartoe. Cindy, wat heb je gedaan? Nou ja, niks. Gekwijld. Ik denk dat je daar moet kijken voor de vraag hoe wat ze hebben gedaan. Is het grappig? Nee. En nu gaan jullie hier staan. Nee. Nelleke brengt voor het eerst de kippen naar binnen en vraagt zich af hoe je dat doet. Kunnen ze er niet meer uit? En waar mocht die doen? Daar nu? Moet ze ook in het hok? Zeg dan wat! Hier? Kom maar! Nee, dat zijn ze niet gewend, Nelleke. Oh, en nu? Ze zijn gewend om via het andere deurtje naar binnen te gaan. En dan strooi je daar wat graankorreltjes. Ja. Ja, jij moet door dat kleine gaatje heen. Waar moet ik het krijgen? Ik vind dit zo leuk. Zelfs de kippen snappen er niks van, nu jij het doet. Nelleke heeft zichzelf opgehokt. Nee, Nelleke, jij gaat eruit. En dan gooi je de graantjes naar binnen. Ja, alles? Ja, doe maar. Niet alles. En dan tel je ze. Zijn er 8? Kan niet, want we hebben er maar 7. Nee, 4, 5 heb ik er. Heb je er nog 2 te zoeken? Echt waar? Zit jij je te verstoppen voor Nelleke? Je zit gewoon heel stiekem hier. Heel dicht bij het kippenhok. En kijk, daar loopt Nelleke. In de verte. Zie je dat? En maar zoeken. Sst, niet zeggen. Is er iemand in de buurt die even dit hoofdstel bij mij om kan doen? Het zal mij prachtig staan. Ik heb de teugel zelf al om mijn hals gedaan. Ik ben dan wel geen paard, maar dat maakt niet uit. Dit is het bit. Teugeltje. Ja, prachtig. En wie kom ik 's morgens tegen op de fiets naar het werk? Inge en Rinske. Ariel, wij gaan alleen eten. De rest die blijft in het hokje zitten, hoop ik.
want die eten veel te snel. Door eten. Ik doe mijn best. Oh my gosh. Nou hebben ze Nova Joy erbij gedaan. Nou hebben wij minder. Kun je weggaan? Ga maar weg. Weg, weg, weg. Nou, niemand luistert naar ons. Nou hebben ze Sneeuwwitje er ook in gedaan. Lekker dan. Samen delen, hè? Samen delen, samen spelen. Oké. Hé, Aagje, vrouwtje. Ga eens niet zo dichtbij. Wat doe je? Warm is het, hè, jongens? Gelukkig is jullie dikke jas al uit. Wij hebben een vraagje. Het konijn van vorige week wilde op de tweede etage wonen. Ik wil graag op de derde etage wonen. Zoals jullie dat kunnen regelen voor ons, heel fijn.